Hallo, ik ben dokter Frode Geijmans en in deze video leg ik u meer uit over de behandeling van wallen. Voorheen werden wallen voornamelijk behandeld met een operatie, de zogenoemde ooglidcorrectie. Met de huidige middelen en technieken is het juist ook mogelijk om wallen heel mooi te verminderen door fillers onder de ogen te plaatsen, waardoor de wal eruit gedrukt wordt. Of door de huid te verbeteren rondom de ogen en dat doen we door middel van carboxytherapie of met de Angel Lift. Wallen bestaan heel vaak al sinds de kindertijd. Tijdens de kindertijd ben je er niet vaak mee bezig, maar juist als je ouder wordt ga je er meer naar kijken, ga je er meer mee bezig zijn en gaan ze meer opvallen. Waar die wallen door veroorzaakt worden, is vaak volume tekort onder de ogen. Dus als ik zo naar de zijkant kijk, deze plek onder je wang eigenlijk, waardoor er een schaduw ontstaat onder je ogen, waardoor de wal beter zichtbaar wordt. De wallen die ontstaan door volume tekort onder de ogen, kan je heel mooi oplossen door hyaluronzuur op die plek te spuiten, waardoor de huid een klein beetje omhoog komt en het strak wordt getrokken en de wal daarmee verdwijnt. Ja, door de combinatie van verschillende specialismen en onze ruime ervaring met verschillende behandeltechnieken komen mensen eigenlijk uit heel Nederland naar ons toe voor deze behandeling. Wat we daarbij zien is dat we gewoon echt hele mooie resultaten boeken. Ik kan ervan uitgaan dat de wallen sowieso een heel stuk beter worden. En in heel veel gevallen verdwijnt de wal ook daadwerkelijk helemaal. Zodat je gewoon weer veel frisser en, ja, frisser en mooier eruit ziet. Wat maakt deze behandeling nou zo mooi? Ten eerste kunt u ervan uitgaan dat u de volgende dag gewoon weer uw ding kunt doen. Dus u heeft eigenlijk geen hersteltijd. Ten tweede is het zeer veilig. En ten derde kunt u ervan uitgaan dat u jarenlang profijt heeft van het resultaat.